Nou, volgens mij moeten wij eerst beginnen wat we in de Kamer kunnen doen door wet en regelgeving aan te passen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Vorig jaar heeft voormalig minister Grapperhaus een poging gedaan om de wet seksuele intimidatie aan te scherpen. Dat betekent dus dat er niet alleen gekeken wordt naar dwang, dreiging en geweld om tot een veroordeling te komen, maar dat ook de persoon in kwestie die dus in de positie is, wil ze of hij wel of geen seks, dat duidelijk moet aangeven. Ik denk dat het een hele belangrijke stap is, ook als het gaat om de aanpak van seksuele intimidatie op social media. En ja, dat moet naar de Kamer. En ik hoop met alle commotie, Tweede Kamerlid is een eervolle taak. En je kunt het verschil maken gezien de maatschappelijke commotie nu in Nederland. En we zien ook, als u praat met organisaties, dat er heel veel meldingen binnenkomen. Ik hoop dat dat naar voren gehaald kan worden. Je kijkt tot twee, drie keer toe naar Sophie Hermans. En dat begrijp ik. Ja. Want ik weet precies over welke wet dit gaat. En als ik het goed heb begrepen, duurt het nog even voordat die echt in kan gaan. Hè? Volgens mij 2024 pas. En dat is pas over 2 jaar. En terwijl je dat wil, moet sneller. Dus alles wat ik kan doen, wat wij in de Tweede Kamer kunnen doen om dat te versnellen, daar zal ik, dat zeg ik hier toe en dat beloof ik hier plechtig, mij keihard voor inzetten. Maar het is niet alleen die wetgeving. Ja, die moet, hè, die is heel belangrijk, maar het is precies, het gaat ook over het gesprek. Het gaat over dat je de veiligheid voelt en de vrijheid voelt om iets te kunnen zeggen zonder dat dat consequenties heeft. Ik zat naar jou te luisteren en dat je zei, ik wilde iets niet en ik wist ook wel dat zou me opdrachten gaan kosten. Maar dit is dus... Maar dit is dus...